de route 50 plus hebben we samen met de vereniging, met CKV Achilles waar we nu zijn, en de COSPO georganiseerd. Dat zijn 4 leuke wandelingen op alle zaterdagen in juni. Voor, nou, het zegt het al, de doelgroep 50 plus. Ja, we hebben 4 leuke wandelingen in Almelo uitgezet. We hebben gemerkt dat tijdens de coronaperiode dat het wandelen heel populair is geworden. Onder met name ook senioren. En daar wouden we graag wat mee doen bij de vereniging. Achilles is een actief betrokken club die zich inzet voor de maatschappij, voor maatschappelijke activiteiten. En dit leek ons een hele leuke manier om senioren in beweging te brengen. 3 organisaties die zich daarmee gaan bemoeien. Hoe is de inschrijving? De inschrijving gaat via Actief Almelo. We hebben gemerkt dat het wel lastig is voor senioren. Dus dat is nog een puntje om dat we even met elkaar goed naar moeten kijken. Maar senioren kunnen zich inschrijven op www.actiefalmelo.nl. Daar kunnen ze de wandelingen opzoeken. En nog deelnemen voor de overige 3 zaterdagen die er aan zitten te komen. Kan je iets vertellen over de routes die je de komende 4 weken gaat lopen? Ja, vandaag wordt dus gestart met de route in het Nijreesbos, dat hierachter is. Lopen de deelnemers een stukje door het bos in de natuur. Volgende week is de route bij de Gravenallee. De start is bij de ijsvereniging in Almelo. En van daaruit gaan ze een route door de Gravenallee lopen. Week later, de 19e, is de route kunst in Almelo. Starten we bij Hof 88 en wordt er eigenlijk de kunstroute in Almelo gelopen met allerlei bezienswaardigheden. En de laatste op 26 juni start weer hier en dan gaan we richting het Beeklespark en gaan we daar lekker wandelen. Mensen kunnen zich dus opgeven op www.actiefalmelo.nl. Dan de route zoeken, dat kan je vinden bij de doelgroep senioren. Als je iets naar onder scrolt, dan staan daar 4 routes waar mensen zich voor kunnen inschrijven. Dus voor de komende weken zijn dat er nog 3. En dan kunnen ze zich opgeven voor een tijdsblok waaraan ze willen deelnemen. En de kosten bedragen €2. Kopje koffie zit erbij in, begrepen. Plakje cake. Een wandelrouteboekje. Dus eigenlijk alles om een leuke ochtend te beleven.